Het is rustig op de Coolsingel in Rotterdam. Niets wijst erop dat er morgen een groot defilé plaatsvindt. Behalve dan de 5 helikopters die het Korps Mariniers inzet voor de generale repetitie. Maar wat gebeurt er morgen? Om klokslag 11:30 zullen de bodes van het stadhuis de voordeuren openen. En dan treedt de koning naar buiten over de rode loper. En de koning komt niet alleen, die heeft een heel gevolg bij zich. Dat zijn onder andere onze minister van Defensie, uw burgemeester. Het is voor het eerst dat het staatshoofd naar een lustrumviering van de mariniers toekomt. En een luchtdefilé dus. 6 helikopters en een transportvliegtuig zullen goed getimed overvliegen. En er zijn ook historische militaire voertuigen te zien. Een spektakel waar je bij moet zijn dus. Langs de hele Coolsingel staan er lage hekken. Dus daar vanaf die posities is dat prima te volgen. En om het publiek nog beter van dienst te zijn, worden hier en daar ook grote schermen geplaatst waarbij de uitzending goed te volgen is. Kan het publiek nog van dienst zijn tijdens de ceremonie? Hoezeeën bijvoorbeeld? Jazeker, dat uiteraard als we daarmee uiting geven aan ook de verbondenheid met de koning, dan is iedereen daartoe van harte opgeroepen. En meezingen met de Wilhelmus is ook altijd gepast.